Wij zijn ingeschakeld door de regering om assistentie te verlenen, logistiek, maar vanwege ook onze netwerken. We zijn de grootste zorginkoper, dus dit is dus enorm belangrijk. Dat wij dus nu ook ervoor zullen zorgen dat er door de regering overeengekomen hulp met Cuba, dat de medicamenten vanuit Cuba ten behoeve van COVID-19 hier door het SZF zullen worden binnengebracht en ter beschikking zullen worden gesteld van het BOG / het ministerie van Volksgezondheid. 5 april komt er een proeforder, want Cuba is compleet uitverkocht. De specialisten, de specialistisch team gaat zeggen, dit werkt goed op onze gevallen. Is dat zo? Dan gaan we over om de volgende partij, dat is die 2000, binnen te halen. Dus we hebben een proeforder voor onze specialisten en dat zou, ze zullen dat bekijken en zeker gebruiken en aan ons rapporteren. En als ze zeggen, perfect, en dan komt de grote bestelling. Het zijn medicamenten van het bedrijf BioCuba Pharma. Het gaat namelijk om het medicament Interferon Alpha 2B. Er is afgesproken dat er dus 2100 ampullen in eerste instantie, eerste aanleg, worden binnengebracht. Dat aantal is genoemd nu vanwege de grote vraag. Heeft de regering namelijk besloten om dit eerst in eerste aanleg binnen te brengen. Per patiënt, indien nodig, per patiënt, een redelijk goed uitziende patiënt, verbruikt tussen de 5 en 10 ampullen. En een patiënt die er slechter aan toe is, zal tussen de 10 en 20 ampullen gebruiken. Dat betekent dus namelijk op een totaal van 2100 ampullen, tussen de 100 en 200 patiënten geholpen kunnen worden. Wij hopen dat dat niet hoeft. Wij hopen dat dat niet gebeurt. Maar de regering heeft wel ervoor gezorgd dat die ampullen komen naar Suriname. In case of. Dus er is een proeforder die we hopelijk eerste week in april hier in Suriname hebben. We zullen gebruik maken van Fly Always ook, om de spullen per luchttransport binnen te halen, zodat ze dus met de meeste spoed ter beschikking zijn van Suriname. Minister, wat is de status van de 5 mensen die positief zijn getest? De status van de 5 mensen is stabiel en er zijn geen nieuwe COVID-positieve tot een paar minuten geleden.